Oké, som 2. Eigenlijk hetzelfde idee als de eerste som. Hey, je hebt een piramide. En wat doen we nou? In die piramide maken we allemaal een soort plakjes. Die plakjes, die, en dat zijn eigenlijk vierkantjes. Die hebben een zekere oppervlakte, maar ook een stukje dikte. En door die dikte zie je dat ze eigenlijk volume hebben. En wat wil ik nou? Ik wil van al die plakjes die in die piramide gestapeld zijn, de inhoud bepalen. En dan tel ik ze bij elkaar op en dan heb ik de totale inhoud. De vraag is alleen, wat is de oppervlakte van dat ding? Ik weet wel dat die, zeg maar, dx dik is. Alleen, ik wil graag weten, wat is deze x? Want als ik die x weet, weet ik ook die x. Nou, daar moet ik even een antwoord op zien te vinden. Goed, hoe gaan we dat doen? Nou, net als de vorige som ga je eigenlijk kijken naar verhoudingen. Als ik die piramide heb en ik neem door de top verticaal naar beneden een soort snijvlak, dan krijg ik dat figuurtje wat je hier ziet. Nou, de bodem is, het grondvlak is 10 en de hoogte is 15. Nou zie ik dat de afstand van de top tot dat vlakje, die noemen ze a. Oké. Wat ik eigenlijk zou willen is die afstand x uitdrukken in a. Oké. Hoe zouden we dat nou kunnen doen? Nou, je ziet misschien, ik heb hier die grote driehoek en ik heb de kleine driehoek. En de verhoudingen zijn daarin natuurlijk hetzelfde. Nou, als ik nou ga kijken naar een soort schema met de hoogte en de breedte. In die grote driehoek is de hoogte 15 en de breedte is 10. Mee eens? Nou, in het kleine driehoekje, wat je hier ziet, deze, is de hoogte is a en de breedte is x. Want die breedte die heb ik nodig hier bij mijn oppervlakteberekening. Oké. Kan ik nou die x berekenen? Nou, volgens mij is dat een kwestie van kruislinks vermenigvuldigen. Ja, want dat mag in zo'n tabel. Dus ik zie hier 15 keer x is 10 keer a. Oftewel, x is 10 gedeeld door 15 keer a is 2 derde a. Dus deze is niet vraagteken, maar 2 derde a. Nou, en die toch wel natuurlijk. Wat is dan de oppervlakte van dat vierkantje? 2 derde a in het kwadraat. 2 derde a in het kwadraat is 4 negende a kwadraat. Oké, dus de oppervlakte van één zo'n rechthoekje in die piramide is 4 negende a kwadraat. Wat is nu het volume ervan? Nou, dat is oppervlakte keer die dx. En als ik dan al die rechthoekjes bij elkaar ga optellen, krijg ik de inhoud van de piramide. En dat is weer die integraal. Optellen, sommeren. Nou, wat moet ik dan gaan sommeren? 4 negende a kwadraat keer dx. Ja, goed zo. Dit stukje is de oppervlakte. En dit stukje is de dikte. Zie je dat? En oppervlakte keer dikte is weer het volume. Nou, kunnen we dit primitiveren? Nou, ik denk het wel, hè. Want die 4 negende die gaat naar voren. En dan heb ik het niet helemaal goed gedaan, want de dikte is natuurlijk niet dx hier, maar da. Zie je dat? Want ik kan natuurlijk hier niet een a hebben en daar een x, want dan kan ik niet primitiveren. Je ziet ook hier dat het verticale richting is niet x, maar a. Foutje van mij. Nou, als ik nu ga primitiveren, krijg ik dus a kwadraat da. Nou, wordt in dit geval, wordt dat 4 negende keer 1 derde a tot de derde. En dan vul ik in van 0 tot 15. He, want zo loopt die hoogte. Nou, er komt dan iets uit.